De doodstraf. In landen waar hij geldt, hangt hij als een asvolk van angst over het volk. De angst dat de regering, de leiders van het land waar jij je in thuis voelt, waar jij je in vertrouwen in legt, met opzet kunnen zorgen dat jouw leven eindigt. De angst. Dat één actie van jou kan resulteren in jouw dood en dat de politici waar jij je vertrouwen in legt, die het product van de democratie zijn, niets aan deze oneerlijkheid doen en zelfs omhoog houden, ook verantwoordelijk zijn voor het welzijn van jou en je familie. Natuurlijk zijn er gevaarlijke mensen in de wereld, maar niemand, niemand op de hele planeet heeft het recht om te beslissen over het leven van een ander mens, achterloos van welke posities ze hebben. En menselijke leven is iets waar helemaal niemand wat mee mag doen. Zelfs niet de persoon om wie het leven gaat. In de meeste landen waar de doodstraf geldig is, speelt de overheid een hele kleine rol. In de westerse wereld zijn er maar bar weinig landen die de doodstraf nog aanhouden. En van de landen waar de doodstraf nog geldt, heeft het volk bijna geen vertrouwen meer in de mensen die de macht over hen hebben. De overheid. Toen Mexico, een land waar veel westerse mensen op neerkijken, in 1937 de doodstraf afschafte, ging de Mexicaanse economie door een plotselinge terugkeer van Mexicaanse werkers in het buitenland immens vooruit. Sindsdien is Mexico een eerste wereldland en ook het volk begon weer in hun leiders te geloven. Na decennia stak de regering een hand uit naar het volk en trok het naar boven in een symbolische verzekering dat ze wel gaven om hun inwoners. Dat ze wel van hun land en inwoners hielden. Dat ze het menselijke leven wel respecteerden. Het was een vonk die het razende vuur van de Tweede Liberalistische Golf door de rest van de wereld liet razen. Met als gevolg een nieuw filosofisch en politiek idealisme. Maar dit is de veerreden, En de doodstraf past niet binnen een vreedzame wereld. De Russische filosoof Lev Tolstoy zei dat als er slachthuizen zijn, zullen er slachtvelden zijn. Dat wil zeggen dat als er wettelijk geoorloofde moorden plaats blijven vinden, zullen er zonder twijfel onschuldige mensen onwettelijk worden blijven vermoord. In conclusie is een mensenleven heilig op een manier dat weinig mensen kunnen begrijpen. Daar ben ik er trouwens niet één van. Omdat het leven zoveel uitmaakt, heeft helemaal niemand het recht om erover te beslissen. Maar toch gebeurt dit wel. Uit gevoelens van gerechtigheid of uit gevoelens van angst. Maar deze, wereld, maar deze geïnstitutionaliseerde moorden passen niet in een vreedzame wereld. Maar deze geïnstitutionaliseerde moorden passen niet in een vreedzame wereld. Maar staan juist de nodige veranderingen in de weg. En daarom moet de doodstraf in de westerse wereld worden afgeschaft. Dank u wel.